Mobiliteit. We komen er allemaal wel dagelijks mee in contact. En dat soms met de nodige frustraties. Die frustraties en mogelijke oplossingen bespreken we vandaag in een nieuwe aflevering van Luca Talk. Brussel wordt soms wel de filehoofdstad van ons land genoemd. En hoe we die filehoofdstad kunnen tegengaan en deze mobiliteit kunnen verbeteren, dat is het bijna onmogelijke vraagstuk waar we ons vandaag over buigen in deze aflevering van Luca Talk. En iemand die mij daarbij gaat helpen is Inge Pamen. Zij is woordvoerster van mobiliteit hier in Brussel. Welkom, Inge. Hallo. Hoe bent u zelf tot de studio geraakt vandaag? Nu heb ik de tram genomen, maar ik heb geen auto. Ik probeer zo mijn verplaatsingen een beetje te mengen. Ik heb wel een cambio-abonnement. Mm-hmm. En ik probeer na te denken voor elke verplaatsing, welke is nu het beste verplaatsingsmiddel? En het zou fijn zijn mocht iedereen dat doen. Ja, ja, heel fijn. Wat zijn voor u zo die grootste pijnpunten op dit moment in de Brusselse mobiliteit? Er zijn eigenlijk gewoon te veel auto's die rondrijden in de stad. We moeten daar niet onnozel over doen. Er zijn te veel auto's, omdat het autorijden nog altijd vrij makkelijk is. Er zijn heel veel bedrijfswagen. Iedereen kan bijna overal parkeren tegen eigenlijk heel lage tarieven. Er moet opgetreden worden door de auto iets onaantrekkelijkers te maken, maar tegelijk de alternatieven aantrekkelijker. Ja, want die auto onaantrekkelijker maken, gaan mensen dan sneller naar die alternatieven grijpen? Of is dat eigenlijk de strategie die ze momenteel eigenlijk aan het beoefenen zijn? Het is een gecombineerde strategie. Het is niet gewoon de auto in een verdomd hoekje duwen. Want mensen die een auto nodig hebben, die moeten hun auto kunnen gebruiken. Mm-hmm. Het is door de mensen die hun auto niet echt nodig hebben van de straten te halen, dat de mensen die hun auto echt nodig hebben, de plaats krijgen die ze nodig hebben en niet langer in de file zullen staan. Ja. Zijn Brusselaars al klaar voor die mentaliteitswijziging? Stilaan begint het te veranderen. Er zijn trouwens studies die aangetoond hebben dat de parkeerplaatsen dat een heel belangrijk middel is. Als er geen parkeerplaats meer is, zullen mensen hun auto al rapper aan de kant laten staan. Eventueel zelfs wegdoen en deelauto's gebruiken, wat toch al mindere wagens onder op de weg betekent. Ja, zijn er nog zo van die concrete voorbeelden waar de stad Brussel beleidsmaatregelen die nu worden getroffen in de toekomst, in de nabije toekomst, om die mobiliteit toch te verbeteren? Het gewest Brussel is op verschillende terreinen actief. Dus we werken zowel voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als privévervoer. Maar ook een belangrijke rol is weggelegd bijvoorbeeld voor het goederenvervoer. Mm-hmm. Er is een project opgestart in de kanaalzone waar vrachtwagens kunnen overladen in meer kleine bestelwagens, zodat de vrachtwagens niet meer in het centrum moeten komen. Ja, en op het vlak van fileleed bijvoorbeeld? Ja. Ik snap uw vraag niet goed. Op het vlak van fileleed, welke zijn daar zo concrete, beleidsmaatregelen die er... Er wordt gewerkt met de verkeerslichten. We zijn dus nu bezig met een nieuwe verkeerslichtencentrale te installeren. Mm-hmm. Dat betekent dat de lichten van op afstand bestuurd kunnen worden. Dus ook aangepast als er nu heel veel verkeer is in een bepaalde richting, dat die lichten dan meer groentijd krijgen dan de andere richting. En op die manier proberen we er een beetje aan te verhelpen. Maar zolang iedereen constant in de auto blijft zitten en het verkeersreglement niet altijd respecteert door bijvoorbeeld kruispunten te blokkeren, zal het heel moeilijk zijn om alles te verhelpen. En hoe zit dat op het vlak van fietsers? Waarom denkt u dat daar nog te weinig naar die fiets wordt gegrepen? Ik denk dat er verschillende factoren zijn. Ik denk dat de mensen om te beginnen verkeerdelijk denken dat het te vaak regent in Brussel. Mm-hmm. En in België, wat helemaal niet het geval is. Ja. Brussel is wel een heuvelachtige stad, want er zijn nu elektrische fietsen voor. Ja. Mensen moeten ook plaats hebben in hun huis, waar meestal veel mensen wonen in een appartementje, hebben geen plaats om een fiets te stallen. Daar zijn de filo's voor in het leven geroepen, zal ik dat maar zeggen. En ze hebben nog angst. We proberen dat te omzeilen door routes aan te bieden langs de hoofdwegen die eigenlijk fietsvriendelijker zijn, dus kalmere wegen, minder steile wegen. Maar de mensen moeten de weg ernaartoe nog vinden. Ja, en of de mensen de weg daar naartoe vinden, die proef namen wij op de som. Want we stuurden twee van onze studenten naar school, iemand met de fiets, iemand met de auto. En we gingen eens kijken wie er het snelste aankwam. Hey iedereen, ik ben Brit, dit is Wouter en wij gaan vandaag een mobiliteitstest doen. We gaan van het Zuidstation tot de Nalafi rijden. Ik ga met de auto rijden. Wouter gaat met de fiets rijden en we gaan hem volgen met de GoPro. En we gaan kijken wie het eerst aankomt. Gaan we vertrekken? Ja. Oké, start. Ja.
minuten. Ja, volgende keer zal ik ook fietsen. Dan kan ik ook eens winnen. Ik zou het doen, ja. Ja, jammer. Ja, hoera voor de fiets. In dit geval toch de beste oplossing voor dit traject. En misschien wel voor meerdere trajecten. En ik denk dat Roel de Kleen mij daar wel in kan bijspringen. Want u bent woordvoerder van de Fietsersbond. Welkom. Een verbazend resultaat voor u? Nee, absoluut niet. Ik rij geregeld met de fiets. Ik vertrek altijd 5 minuten te laat. Ik moet nog onderweg een interview doen. Ik rij 2 keer verkeerd en ik kom toch op tijd toe. Dus eigenlijk, dat is dagelijkse kost. De fiets is het meest efficiënte, flexibele en bovenal het snelste vervoersmiddel in een drukke stad als Brussel. Ja, en hoe komt het dan toch dat er nog te weinig op die fiets wordt gesprongen door die Brusselaars? Dat is helaas historisch gegroeid. Je moet weten dat eigenlijk in de jaren 30 tot diep in de jaren 50 de fiets de koningin was van de stad, eigenlijk van het hele land. En eigenlijk 50 jaar lang heeft de overheid alles aan gedaan om de mensen van de fiets te krijgen. En ze zijn daar ook heel goed in geslaagd, bij de eeuwwisseling. In het jaar 2000 gebeurde nog 1% van de verplaatsingen met de fiets. En sindsdien is er gelukkig een kentering gekomen en zijn we naar 5% gestegen. Mm-hmm. Maar het is een hele lange weg om 50 jaar anti-fietsbeleid terug goed te maken. Ja, en volgt die mentaliteitswijziging ook bij de weggebruiker zelf? Ik denk dat in eerste instantie er heel veel mensen zelf voor de fiets kiezen. Want zeker in de beginjaren was er eigenlijk nog geen infrastructuur. Maar omdat de autowegen vol slipten en ook het openbaar vervoer aan zijn maximum zit, keuzen de mensen eigenlijk spontaan voor de fiets, zonder dat er daarom eigenlijk infrastructuur of een of andere aanzet was. En het is eigenlijk de overheid die de mensen volgt en zegt oké, ja, ze willen hier toch blijkbaar fietsen, we gaan toch wel het een en het ander proberen te doen. De overheid die ook inziet dat altijd maar kiezen voor de auto contraproductief is. En op die manier samen komen er wel uit, overheid en gebruikers. Ja, want je ziet ook dat er ook bewegingen ontstaan vanuit de bevolking zelf. Bijvoorbeeld de Cycle Hack die je aanbiedt. Hoe dat je fietstraject zou willen verbeteren. Jullie hebben ook een initiatief My Bike World opgestart. Dat zijn toch allemaal initiatieven waarin dat je merkt dat het, ja, de fietsers zelf toch wel het hef in handen willen nemen. En zeggen, hier kan het beter, hier kan het veranderen. Merken jullie dat dat steeds populairder wordt, dat positivisme rond dat fietsen? Het is inderdaad, absoluut. 20, 25 jaar geleden was de Fietsersbond en zijn Franstalige tegenhanger De Grak. Wij waren de enigen die opkwamen voor de fietsen. We waren echt koning één nog in het land der blinden. Nu gebeuren er fietsinitiatieven of dingen rond de fiets, zonder dat wij er zelf iets van afweten soms. Dat we zeggen, in het begin was het nog een beetje van, hey, wij worden niet meer gevraagd of het draait niet meer rond ons. Dat was een beetje raar, dat was eventjes wennen. Maar nu is het goed. Er gebeurt van alles. Er gebeuren zelfs op school debatten en zo die georganiseerd worden en van alle toestanden. Dus dat is een heel positieve tendens. We zien ook zeker bij de jongeren, bij de jeugd, echt een dynamiek ontstaan die zonder ons eigenlijk spontaan verloopt. En dat is een heel positieve ontwikkeling. En die is ook noodzakelijk, want het moet vanuit onderuit komen. In eerste instantie ook om die verandering, die gedragsverandering in beweging te zetten. Ja, en misschien ook zelfs op economisch vlak. In Brussel hebben we initiatieven zoals Take It Easy, Pedal, allemaal fietscourierbedrijven die enkel met fietsen werken en die enorm populair zijn.
Worden daar de mogelijkheden al genoeg van benut om de fiets in te zetten in economisch verband? Ik denk dat de overheid daar een extra inspanning zou kunnen doen. Volgens ons is het ten eerste ontoelaatbaar dat zware vrachtverkeer nog in het stadscentrum kan. Mm-hmm. Als de overheid werk maakt van overslagcentra en eigenlijk dan wordt al die goederen overzet naar kleinere bestelwagens, elektrische bakfietsen enzovoort, een hele mengeling van arbeidsintensieve alternatieven die kunnen uitgebouwd worden, dan is het groeipotentieel gigantisch. Maar het is eens te meer de overheid die ook moet meehelpen. Ja. Het is vanuit de burger begonnen. Het zijn die fietscouriers, de gewone mensen die zelf beginnen met iets uit te bouwen rond fietsen. Maar het is de overheid die uiteindelijk moet helpen om die dingen te kunnen doen doorgroeien. En daar blijft het soms een beetje haperen. Ja, en of die fiets ook wel zo populair is bij de Brusselaars, dat gingen wij eens vragen aan de mensen op de fiets en in de auto in de straten van Brussel. Waarom komt u met de fiets in Brussel? Omdat ik 's morgens anders te laat ben voor mijn les. Omdat ik eigenlijk fietsen hier vrij gemakkelijk vind. Ja, ik heb elke dag om 8:30 les, dus de fiets is makkelijker, sneller. Omdat we veel mobieler zijn met de fiets dan dat we afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Brussel is nog niet zo'n aangename fietsstad, maar ik geraak op heel veel plekken een pak sneller met de fiets. Wat zijn uw ervaringen met de auto in Brussel? Het is afschuwelijk. Mobiliteit is il a mis la merde partout ici. En wat zijn uw ervaringen met de fiets in Brussel? Het is gevaarlijk. Je moet ze overal tussenin gaan. En ik ben ook al een paar keer gevallen. Je moet goed opletten. Het verkeer houdt niet altijd rekening met fietsers. Ja, toch nog heel veel mensen twijfelen om op die fiets te springen omwille van de veiligheid. Hoe kan die nog geoptimaliseerd worden volgens jullie? De veiligheid of het gevoel van onveiligheid is eigenlijk een gevolg van een enorm groot autodruk die aanwezig is. Daar zijn twee dingen die nodig zijn natuurlijk. Enerzijds het aanleg van fietspaden. Mm-hmm. Op grote assen, op structurerende assen en op verbindingswegen naar het centrum of naar de verschillende centra, want Brussel is een stad met heel veel kleine centra. En daarnaast natuurlijk autovrije zones. We hebben nu die autovrije voetgangerszone, want er is eigenlijk nooit dan meer autovrije zones, grotere autovrije gebieden, maar waar ook de fietser zijn plaats heeft. En dat is nu een beetje spijtig, dat in de huidige autovrije zone eigenlijk weinig plaats voor de fietser voorzien is. Ja? Dus wij zijn voor autovrije zones, maar laat ons de fiets in die zaken niet vergeten. Ja, is dat toch een algemeen aanvoelen dat de fiets daar niet... dat daar niet echt goed over nagedacht is geweest hoe de fiets daar kan worden ingepast worden in zo'n plannen? Ja, dat zeker gekund. De centrale zone had inderdaad een voetgangerszone kunnen zijn, maar het gebied rond dat we autovrij kunnen maken en eigenlijk met dat accent op fiets en openbaar vervoer, met hier en daar lokaal verkeer en leveranciers. En dat is eigenlijk nu niet gebeurd. Het autoverkeer is eigenlijk op sommige plaatsen maar 10 meter verplaatst naar een soort mini-ring, de bestemmingslus, zoals die genoemd wordt. En daar is nu veel meer autoverkeer op. En daar moeten ook nog eens de fietsers komen en die zijn natuurlijk, die voelen zich daar niet echt thuis tussen de lawaai en vervuiling. Dus dat is toch helemaal anders gekund. En we hopen dat in de toekomst er toch ook niet alleen aan voetgangers gedacht wordt, maar ook aan fietsers. Ja, en in verband met het fileleed dan. Onlangs hoorden we Pascal Smet zeggen, het is niet de regering die de files in Brussel organiseert. Het is het resultaat van individuele keuzes. Wat voelen jullie daarbij aan? Is het zo? Ligt de verantwoordelijkheid bij de weggebruiker zelf die in de file staat? Of is het toch wel die van de... Ja, het is een gemengde verantwoordelijkheid. Hè? Dus inderdaad, de mensen moeten zelf de keuzes maken en bewust kiezen. Maar in eerste instantie moet de overheid ervoor zorgen dat de mensen een keuze kunnen maken. Mm-hmm. Ze moet zorgen dat er voldoende openbaar vervoer rijdt. Ze moet zorgen dat er voldoende alternatieven bestaan. Zodat de mensen ook effectief een keuze kunnen maken. Ja. Okay. Ik denk dat we ook dat fileleed niet mogen overdrijven. Het is een minderheid van de mensen die de auto gebruikt in Brussel. Als we de voetgangers, fietsers en openbaar vervoer bij elkaar optellen, hebben we al een meerderheid in deze stad. Dus die minderheid die ook steeds kleiner wordt. Langzaamaan daalt het aantal autogebruikers ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen. En als je in de file staat voor een deel, dat is je eigen keuze. Nee, ik heb nog nooit iemand verplicht om in de file te staan. Dus als je het beu bent om in de file te staan, kruip uit die auto, ga dus nooit te voet verder, neem de fiets, openbaar vervoer en voilà. Ja. Oké, wel, ik zou jullie toch alle twee willen bedanken voor jullie komst naar de studio. En het lijkt mij toch, de mobiliteit in Brussel, het is niet een al te makkelijk vraagstuk om op te lossen. Maar misschien is de fiets wel een mooi antwoord. Dus ik zou jullie alvast willen bedanken voor jullie komst en jullie om te kijken. En ik hoop jullie volgende week terug te zien in een nieuwe aflevering van Luca Talk. Ja, dank u.